De website is opgebouwd uit een aantal gebieden. En die gebieden die kun je herkennen door achter de URL te typen vraagteken TP is 1. Als je dat gedaan hebt, dan zie je dat bijvoorbeeld de bovenkant van de website dat dat gebied de naam top heeft. En aan de linkerkant hier, waar het main menu staat, dat gebied heet left. Nu worden de artikelen, die worden weergegeven op deze plek. En dat is even goed om dat in de gaten te houden. Wanneer je een artikel aangemaakt hebt, zal dat hier terechtkomen. Maar wil je nu bijvoorbeeld een Photoshow hebben, zoals die hier al staat, die staat in het gebied wat heet Mess Top. Oké, ik schakel dat TP is 1 even uit nu, zodat je de website zelf gewoon ziet. En dan zie je hier de Photoshow. Hier zie je het main menu, het hoofdmenu. Dat zal ik straks even veranderen. Als ik nu naar de administratie ga, de administrator. Dan zie je dus dat in onder artikelen, artikelbeheer, het artikel wat op de voorpagina staat, dat heeft de titel Marjolein de Beurs. En dat is dus inderdaad het artikel wat hier wordt weergegeven. Nou, in het artikel kun je allerlei foto's plaatsen. Nou, ik heb er hier twee geplaatst. Maar je kunt dus ook een nieuw artikel aanmaken waarin je foto's plaatst. Dat zal ik in een tweede video laten zien. Ik wil nu eerst even iets meer vertellen over over de module die de Photoshow regelt. Want dat is namelijk een makkelijke manier om veel foto's te laten zien. Zet ik nog even vraagteken TP is 1 erachter. Dan zie je dus, even ter herinnering was dat het gebied hier Mass Top heet. Nu ga ik in de administrator, ga ik dit artikel weer sluiten. Ik heb er niets aan veranderd. En ik ga kijken onder extensies. En er zijn een aantal extensies, maar de belangrijkste daarvan, dat is modulebeheer. Wanneer ik onder extensies ga naar modulebeheer, dan zie je hier de modules die op dit moment beschikbaar zijn en waarvan er vier geactiveerd zijn. Kijk je nu onder de kolom positie, dan zie je dat op de plek Mass Top, dat daar een module is en die heet Frontpage Slideshow. Klik ik daar nu op, dan kom je dus in de administratie van die module en dat ziet er heel erg indrukwekkend uit. En gelukkig hoef je daar weinig aan te doen, omdat ik alles al heb ingesteld. Dus zonder wat te veranderen, sluit ik nu deze module. Want de module Frontpage Slideshow. Die heeft ook een component. Nou, de componenten die staan hier onder componenten. En dan hier frontpage slideshow. Nu zie je hier in de slideshow dat er op dit moment 8 slides beschikbaar zijn. Maar er staan ook een aantal slides in die niet zo heel erg Nederlands zijn. Dat komt omdat die staan in de categorie demo category. Dat zijn dus de eerste 4 slides. En de slides die vertoond worden, die staan in de categorie slideshow. Tot zover de eerste video.